Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. In samenwerking met sportnieuws.nl spreken we alle nieuwe Nederlandstalige tourkaarthouders op Q-School. En vandaag spreken we met Mike Kuivenhoven. Twee keer stond hij al op het PDC-WK en hij won zijn tourkaart terug op Q-School. Ja Mike, gefeliciteerd met je tourkaart. Ja, dankjewel. Ik ben Was het heel een... blij mee. Ja, precies. Was het een opluchting dat je hem gewoon weer terugpakte? Nou, zeker weten. Ja, ik was niet heel blij dat ik hem kwijt was vorig jaar. Na die slechte resultaten eigenlijk. Maar ja, als je hem dan gelijk weer met de eerste 3 dagen eigenlijk al weer terugverdient, dan ben je wel een beetje trots op jezelf, ja. Ja, je eindigde volgens mij als 67ste, als ik het goed kan herinneren. De eerste 64 die pakken natuurlijk hun tourkaart, of die behouden hun tourkaart van de wereld. Was dat lastig om na dat jaar waar je eigenlijk helemaal niet zo heel slecht speelde, om jezelf toch weer te motiveren om die tourkaart terug te pakken? Nou, er zijn wel even momenten geweest dat ik dacht van, ga ik volgend jaar nog door? Dat wel. Maar gelukkig heb ik een meisje thuis zitten die staat hier volledig achter. Dus die heeft me ook wel weer gemotiveerd om gewoon te gaan. Dus ja, het was al heel snel duidelijk. Trainen voor de WK qualifier nog eind november. En als we dan het WK niet halen, is het eigenlijk gewoon doorgaan naar Q-School. Dus dat hebben we gedaan. We zijn eigenlijk niet gestopt. En dat heeft zich uitbetaald. Ja, wat zijn die momenten waarvan je waar je het net over had, waar je dan denkt van ja, wat ben ik hier aan het doen? Ik speel zo goed en dan verlies ik nog. Volgens mij een wedstrijd tegen Steven Bunting kan ik me bijvoorbeeld herinneren, waar jij ook al 100 plus gemiddeld gooide en Bunting nog hoger gooide. Welke Ja, het was momenten heb maar jij in je hoofd? 103 om 113 inderdaad was Ja. dat. Maar dat zijn hele vervelende dagen. Dan sta je eigenlijk te gooien wat je kan, zeg maar. En dan ja, krijg je alsnog 10 punten hoger om je oren. Ja, dat is wel heel frustrerend. Maar ja, het is gewoon de afgelopen jaren ben ik hiermee bezig. En als je dan ja, op een gegeven moment weer eruit valt. En je bent week in, week uit ben je hiermee bezig. Dagelijks ben je hiermee bezig, zeg maar, met trainen ook. Ja. Ja, op een gegeven moment ga je dan wel nadenken van, ja, wil je soms niet liever wat meer thuis zijn? Dat je met je kinderen wat kan gaan doen en met je vrouw wat kan gaan doen. Ja, dat zijn eigenlijk de punten waar je dan af en toe aan denkt. Maar goed dat ze achter me staat en dat ze gewoon zegt van, nou, we pakken gewoon door. Je bent nu zo goed bezig. Dus hop, niet je kop laten hangen. Gewoon gaan. Ja, dat is Dus zeker mooi. maar dat, ja, je hebt van die weekenden dat je weer ja, met lege handen thuis komt. Dan denk je daar wel van. Ja, dat snap ik inderdaad wel. Toch op Q-School speelde je ook weer ja, best weer heel goed. Na 3 dagen van de final stage, 3 van de 4, had jij je tourkaart eigenlijk al binnen. De vierde dag heb je ook niet eens gespeeld. Dat hoeft natuurlijk niet. Wat ben je toen gaan doen? Ben je toch nog even gebleven om wat vrienden te supporten? Of ben je gewoon naar huis gegaan en heb je daar een feestje gevierd? Nou, sowieso geen feestje gevierd, want vanaf zaterdagavond werd ik eigenlijk ziek. Oei. Dus dat was niet zo heel mooi. Maar ik ben zondag nog wel gebleven. We waren met een aantal jongens hier uit de buurt. Dus daar toch nog even wezen kijken. Helaas hebben die de tourcard niet weten te halen, maar dat nog wel even wezen kijken. Oké, dus op het moment dat jij je tourkaart weer terugpakte, was je ziek. Ja, s'avonds voelde Ja. ik dat dit gaat niet de goede kant op. En dat werd zondag wel duidelijk. En ik ben vandaag voor het eerst weer naar mijn werk gegaan. Dus ik heb de rest van de week heb ik plat gelegen. Ja, oké. Nou, dan hopen dat het gewoon weer beter gaat, inderdaad. De finale van dag 3 speelde je tegen Jeffrey de Zwaan. Op dat moment wist jij eigenlijk al, ik heb mijn tourkaart binnen. Jeffrey de Zwaan niet. Is dat een beetje een rare finale om te spelen dan? Ook omdat Jeffrey de Zwaan, omdat jullie bevriend zijn natuurlijk. Ja, voor mij was sowieso die dag al een beetje raar. Na de derde ronde wist ik eigenlijk wel, toen had ik 8 punten, toen wist ik Ja. eigenlijk wel dat het zeker was. Dus ja, elke wedstrijd daarna was eigenlijk bonus. Dus dat ja, was een hele andere manier van gooien. Het was lekker ontspannen, eigenlijk hoe het hoort. Lekker Ja. ontspannen, lekker relaxed. En die finale was voor mij dus ook, daar was geen druk meer. Ik zag bij Jeff wel. Daar stonden echt de zenuwen, of daar zag ik de zenuwen, zeg maar. Daar stond de drukte vol.
Dus ja, gelukkig, eigenlijk een beetje vreemd, maar gelukkig dat hij heeft gewonnen. Ja. Want ja, zo heeft hij ook gewoon zijn tourkaart en ik had hem ook. Ja, hoe kijk je daarnaar als darters? Heb je daar misschien met elkaar over dat het format van Q-School, en ik zou zelf ook niet weten hoe je dat dan wel moet veranderen, hoor, maar ja, hè, het format zoals het nu staat, dat heeft wedstrijden zoals die van jou, waarvan de ene speler de tourkaart al binnen heeft en de ander nog niet. Zou je Ja, dat veranderen of? pas op die dag natuurlijk. Ja. Maar inderdaad, ja, ik hoorde wel afgelopen week inderdaad een verhaal dat ze het via de Challenge Tour willen gaan doen misschien. Dat dat een optie is om via het, ja, het tweede niveau, zeg maar, om daar de top zoveel een tourkaart te geven. Ja. Dus dan speel je over een heel jaar speel je Challenge Tour. Dus dan moet je ook als je je tourkaart zou verliezen, dat je dan eerst een jaar Challenge Tour moet gaan gooien weer. Dus dat je eigenlijk zo degradeert. Ja, dat systeem zou eerlijker zijn, denk ik, want dan bekijk je het over een heel jaar. Want dan had ik bijvoorbeeld vorige week al ziek geweest, dan had ik waarschijnlijk niet zo gegooid als dat ik nu had gegooid. Dus het komt echt op die paar dagen. En dat is wel, ja, dat kan, ja, voor sommigen pakt het goed uit, voor mij heeft het nu goed uitgepakt. Maar wat ik zeg, hetzelfde geldt, ben je ziek of heb je Ja. net even wat anders. Ja, waardoor 1 week heel je jaar overhoop kan gooien. Ja, precies. Zo denk ik ook. Laten we even wegstappen van Q-School. Dit jaar kwalificeerde je niet voor het PDC-WK. 2 keer eerder stond je er al wel. Daardoor, of nou ja, misschien niet daardoor, maar in ieder geval mede dankzij, kon je wel analyseren bij Viaplay. Daar maakte je je debuut. Hoe was dat om daar te zitten? Ja, dat was ook een nieuwe ervaring. Ja, dat was ook wel leuk. Dat hadden we nog niet gedaan, maar gewoon om het zo achter de schermen een keer te zien en om er zo over mee te praten tussen de wedstrijden door, hè, best wel leuk eigenlijk. Zijn er bepaalde Dus. darters waarvan jij echt kan genieten als je die op tv kijkt of nou ja, op de stream van Viaplay? Ah, er zijn natuurlijk al meerdere darters, maar dan kom je toch al gauw in het bij de snellere darters, zeg maar. Dat zijn toch de meest leuke wedstrijden. Nou ja, bekijk Michael Smit en Michael Verwerben. Dat was natuurlijk een pot om van te smullen. Ja. Dus ja, dat zijn hele mooie wedstrijden om te kijken. Daar kan ik wel van genieten, ja. Ik ook. Dus dat is mooi in ieder geval. We hadden het al even over die motivatie. Vorig jaar speelde je op de Dutch Darts Masters hier in Nederland. Toen won je ook een potje. Het jaar daarvoor deed je het weer heel goed op de World Series of Darts Finals, ook in Nederland. Zijn dat soort momenten, naast het WK natuurlijk, dat je echt op een podium speelt met je vrienden, familie in de zaal, die jou als darter ja, door laten gaan en bijvoorbeeld weer terug laat gaan naar Q-School. Dat zijn in ieder geval de hele mooie momenten. Ja, dat zijn wel. Nou ja, die heb ik wel beleefd als zijnde een soort WK, inderdaad. Om in Nederland zo'n toernooi te gooien met inderdaad, wat je al zei, die bekende allemaal in de zaal. Ja, dat is wel heel erg mooi. Daar heb ik wel heel erg van genoten. Dus ja, hopelijk mag dat nog een keer gebeuren. En dat is zeker, ja, dat is. Je vroeg of de motivatie was, ja. Onder andere. Ik ben, ja, ik wil ook gewoon zo goed mogelijk worden met het darten. Dat is het doel. Kijken wat is er haalbaar. En ik denk dat er nog steeds rek is. Vorig jaar stond ik nummer 48 na het WK. Door dit jaar ben ik zo afgezakt eigenlijk. Maar ik denk niet dat dat komt omdat ik niet de kwaliteit heb. Ik denk dat andere redenen dat ik resultaten aan het begin van het jaar niet haalde. Vooral het werk. Waar het heel erg druk was. Dat kon ik even niet goed combineren. Dus ik denk dat er nog mogelijkheden zijn. En dat ik gewoon nu top 64 thuis zorg. En dat ja, ga ik van het jaar weer proberen te bewijzen. Ja, over dat werk in 2021, volgens mij combineerde je in ieder geval nog een fulltime baan met het darten. Hoe is dat nu? Ja, nog steeds. Dat is in principe ongewijzigd. Alleen is de situatie op het werk nu wel beter dan dat het was. We hebben de coronajaren gehad en dat waren ja, hele zware jaren. Door ja, leverproblemen vanuit leveranciers en weet ik het. Dat maakte mijn baantje niet zo makkelijk. Want wat voor En werk doe je dat heeft precies? ik ben teamleider van een assemblageafdeling. We maken voor in de tuinbouw maken wij logistiek.
en hoogwerkers, allerlei wagens. Mm-hmm. En daar ben ik de teamleider. En ja, doordat wij veel levensproblemen hebben, verschijft er een hoop, uitdagingen lagen er op de weg, zeg maar. Met orders die we niet af konden maken, die niet, niet konden leveren. Nou, noem het allemaal op. Dus Doe. allemaal problemen. Ja. Ja. Dus dat sluit niet op. Toevallig sprak ik laat, of nou niet heel toevallig, maar ook voor deze serie sprak ik ook Niels Sonneveld. Die heeft zijn baantje juist opgezegd. Hij woont nog thuis, dus dat kan natuurlijk makkelijker. Maar is dat iets waar jij ook aan denkt om minder te kunnen werken als je die top 64 weer behaalt? Of ben je een beetje net zoals Dirk van Duivenbode en werkt het ook juist een beetje goed voor jou om die afleiding te hebben? Nou, ik denk dat het op zich wel goed is om een beetje afleiding te hebben, om in ieder geval een soort structuur te hebben in je leven, zeg maar. Maar op een gegeven moment, ja, alleen de top 64 behalen om dan minder te gaan werken, dat is nog een beetje lastig. Dan verdien je eigenlijk nog niet genoeg om minder te kunnen werken. Ja, wat ik al zei, ik heb kinderen, een huisje, alle kosten blijven gewoon doorgaan. En met alleen het darten, moet je wel, nou, op zijn vroegst zou het met de top 32 kunnen. Of je moet sponsoren vinden die dat willen compenseren, zeg maar. Ja, dan is er natuurlijk van alles mogelijk. Maar als je het alleen van prijzen geld moet hebben, dan moet je minimaal die top 32 wel hebben. Lijkt me een lastig verhaal inderdaad. Ik wil nog even snel naar het aantal keer dat je ook op tv hebt gespeeld. Dan word je natuurlijk als darter aangekondigd. En nu heb jij al sinds 2019 een tourkaart, maar nog steeds niet echt een bijnaam. Is dat iets wat er misschien nog aankomt? Is dat iets wat vrienden misschien voor de grap al een beetje hebben bedacht voor je? Nee, gelukkig niet. Nee, Gelukkig niet. nee, ik ben niet zo van de bijnamen, maar ik heb er nog geen één. Ik word ook eigenlijk nergens naar vernoemd of iets. Dus als het komt, dan komt het. Maar voorlopig nog niet. Nee, dus eigenlijk moet je iets, of je moet iets heel geks gaan doen op het podium, dat je in één keer opvalt, of, maar ja, daar zie ik jou ook niet echt voor aan. Nee, ik doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg. Ja, Dus, precies. dus nee, als het komt, dan komt het. Ik ga er in ieder geval geen één verzinnen. Ja, dat is duidelijk inderdaad. Als tourkaarthouder, als nieuwe tourkaarthouder, moet je ook altijd een soort training doen van de PDT. Van de PDPA. Jij hebt die natuurlijk al gedaan. En ik ben op zich best wel benieuwd van wat wordt er nou aan jullie als nieuwe tourkaarthouders verteld? Ja, dat heeft meer met wat er op je afkomt. Dus dat je benaderd kan worden in verband met online gokken. Dat je zelf moet opletten met of dat je eigenlijk niet mag gokken, zeg maar, op darten. Rekent meer de randzaken eromheen, zeg maar, die worden dan allemaal toegelicht. Ja. Ze gaan het niet hebben over het spelletje darten zelf, maar meer over de randzaken. Oké, dan heb ik gevraagd wat ik wil vragen en dan wens ik jou in ieder geval minimaal de aankomende 2 jaar succes. En hopelijk zien we je nog vaak op het podium. Dankjewel, dat hoop ik ook. Dankjewel. Helemaal goed.